Gemeente, we lezen nogmaals de 131ste psalm. En vervolgens enkele versen uit Romeinen 8. Dus we lezen nogmaals psalm 131 en dan enkele versen uit Romeinen 8. Het tweede vers van psalm 131 is de tekst voor de preek. Een pelgrimslied van David. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. En dan de lezing uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8, vanaf vers 12 tot 17. Daar heeft de apostel al beschreven hoe geest en vlees met elkaar strijden. En het kan soms ook heel vroom zijn dat je probeert met de wet van God in de hand je zaligheid te verdienen. Een prestatie neer te zetten voor God. Ook dat is vlees, zegt de apostel. En dan concludeert hij in vers 12. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dit is het woord van God. Het thema voor de preek is maar één woordje, kinderlijk. En kinderlijk betekent twee dingen. In de eerste plaats opgevoed, in de tweede plaats opgetild. Kinderlijk, opgevoed en opgetild. Gemeente, hoe ziet een kind eruit? Nou, denk je misschien, wat precies? Een kind? Wat voor kind? Een kind van God misschien? Zo eentje van vers 1. Mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ik kijk niet vanuit de hoogte neer. En ik wandel niet in dingen die voor mij veel te groot en veel te wonderlijk zijn. Die dingen van God. Een kind van God, die is zo. Nou, dan zit je hier na een week van voorbereiding. Is het een beetje gelukt? Niet hoogmoedig, niet trots, niet in te grote dingen wandelen, niet boven je macht leven, grijpen. Zullen we maar niet zeggen wie is geslaagd, die mag blijven zitten en die mag komen. Het zou misschien best leeg worden, niet? Maar zo kun je hier komen als een kind. En je had het zo je voorgenomen, niet meer, niet dat arrogante leven van God zijn in je eigen bestaan, maar leven als een kind. En was het toch weer gebeurd. Niet meer had je gezegd, het gebeurde toch weer. En wat voel je dan? Dat doet dan zeer. Ja, dat is nu eenmaal kind eigen. Als je je vader verdriet doet en je houdt van je vader, dan ben je verdrietig als je hem toch op zijn hart hebt getrapt. Omdat je van hem houdt. Anders was je niet verdrietig. Gemeente, als je nou zo in de kerk zit. Een kind, maar je denkt, ben ik wel op mijn plek hier? Ben ik wel op mijn plek aan de tafel?
Dat is precies wat het werk van de geest is. Dat hij je in een week van voorbereiding blijkbaar fijngevoelig heeft gemaakt. Niet alleen voor die zonden die je kunt aanwijzen van je handen, van je mond, van waar je gegaan bent, wat je gedaan hebt. Maar ook juist van dat subtiele wat onderhuids in je zit, van hoogmoed en arrogantie. Maar fijngevoelig, dat woordje zegt het al, dan is het niet gek als je hier in de kerk zit. En het heeft je geprikt en gestoken deze week. Ik leef zo moeilijk zoals God dat van mij vraagt. Fijn en ook gevoelig. Het is niet voor niets dat een van de uitlegmogelijkheden bij bekering is, dat is iets van afsterven. Dat doet u zeer. En dat voel je misschien juist wel. Het gaat me niet vanzelf af. Leven zoals de Heer dat van mij vraagt. Maar eigenlijk was dat niet mijn vraag. Hoe ziet een kind eruit? Ik had een ander plaatje in mijn hoofd. Hoe ziet een kind eruit? En je kijkt niet naar vers 1, maar naar vers 2. Je ziet dat schilderijtje voor je. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Wat ziet u dan? Zie je dan een kindje liggend bij mama op schoot, maar niet een kindje van 3, maar een babytje eigenlijk, misschien 3 maanden. Net de borst gehad, goed gedronken, er moe van. En nu ligt dat babytje heerlijk rustig te slapen op de arm bij moeder. Eigenlijk een plaatje van volmaakte vredigheid zou je zeggen. Prachtig. Een baby vredig slapend. Maar wat hier dan omschreven wordt als een kind dat de borst ontwend is, dat duidt juist op dat woordje wat we zongen uit de berijming, gespeend. Dat was heel gebruikelijk onder Israël. Een kind gaf je de borstvoeding tot 1 jaartje of 3. En dan, met 3 jaar, dan gaf je een mooi feest. En dan was heel erg duidelijk gemarkeerd en nu is dat kind de borst ontwend. Nu breekt een nieuwe levensfase aan. Nu ben je een stuk groter geworden. Maar ja, groter, wat heeft zo'n kind dan geleerd? Wat is het verschil, als ik dat aan jullie vraag, tussen een babytje van een paar weken of een paar maanden en laten we zeggen een peuter of een kleuter? Wat heb je dan in tussentijd geleerd, tussen dat je baby was en dat je nu alweer 3 jaar bent, of 4. Nou ja, dat weet je. Een babytje, als dat honger heeft, een babytje wacht niet met zijn armen over elkaar. Wanneer krijg je te eten? Nee, die zet een keel op. Bijna driftig. Die moet nu drinken. Nu. Kan geen tel wachten. Meteen. Onmiddellijk. Nou, daar zijn wij niet te oud voor, hoor, of wel? Dat we dat ook eigenlijk willen van God. Heren, ik wil het nu. Ik wil nu uw aanwezigheid. Ik wil nu dat u met iets op de proppen komt waarmee u mijn onrust stilt. Sterker nog, als ik u niet meteen voel, dan word ik eigenlijk een beetje onrustig. Wat bent u er dan wel? Heeft u wel oog voor mij? Want ik voel u niet en ik had daar toch om gevraagd. Soms zijn we zomaar weer zo'n babytje. Ik wil nu, ik wil gelijk. Maar een gespeend kind dat heeft geleerd te wachten. Waarom kun je wachten? Nou, je hebt al die jaren door, al die maanden door gemerkt. Maar hij zorgt voor mij. Hij geeft mij echt genoeg. Hij laat mij niet omkomen van de honger of de dorst. Bij hem ben ik veilig. Is mijn leven zeker. Ik hoef niet bang te zijn dat hij mij alleen laat. Want hij zoekt mij keer op keer op. En als je dan aan zo'n kleintje zou vragen, waarom wil je zo graag bij vader zijn? Waarom wil je in zijn gezelschap zijn aan tafel? Heb je iets van hem nodig of zo? Ik denk dat je wel aanvoelt, dat zou een kleintje niet zeggen. Heb ik iets van hem nodig? Nee, ik wil gewoon bij vader zijn. Ik hoef niks van hem te hebben. Een of ander geschenk waar mijn leven weer wat mooier van wordt. Maar ik wil gewoon niks meer, niks minder. Ik wil bij hem zijn.
Want ik hou van hem. Niet om wat hij mij allemaal geeft in mijn leven aan cadeaus. Maar ik hou van hem om wie hij is. Belangeloos. Even tussendoor, ik zeg al steeds hem. Maar misschien denkt u wel, maar waar haal je dat vandaan? Want dit is toch een beeld van een moeder. En, omdat we er in onze tijd toch heel gevoelig voor zijn, toch maar even een paar woorden eraan. Er zijn mensen die zeggen, ja, moet je niet eigenlijk ook spreken soms over God als moeder? Wij spreken hem wel aan als vader, maar waarom niet als moeder? Nou, heel kort maar eventjes, maar één, dat heb je vast wel eens een keer gehoord. God is geen man of vrouw. Hij is de schepper. En hij heeft mensen gemaakt, man en vrouw, zo schiep hij hen. Twee, hij toont zich inderdaad wel in zijn woord als vader. Zo openbaart hij zich, zo onthult hij zich. Ik ben vader. Dat doet hij niet als moeder. Maar drie, en daar heb je hier een voorbeeld van. Hij spreekt wel over zichzelf soms in moederlijke beelden. Hier heb je een voorbeeld in Jesaja, ik kom er tegen dat hij troost zoals een moeder troost. Dat kan dus bij God. Moederlijke beelden. En zoals een moeder weet van de honger naar leven bij zo'n kleintje. Zo zegt de dichter, zo weet ook de Heere ervan hoe ik hunker naar leven. Hij kent mijn, om het zo te zeggen, hij kent mijn levenshonger. Hij weet dat ik zoek naar een verlangen dat vult. Hij weet dat ik echt wil leven. Hij weet dat ik zo vermoeid kan zijn van de onrust in mij. Hij weet ervan, van de onrust die ik op mijn hals heb gehaald. Omdat ik zo ver weg was en mijn eigen paadjes koos. En ik hem als een vreemde hield. Hij weet van de onrust die ik mee op mijn hals haalde. Ik haalde de dood, het oordeel op mijn hals. De vervreemding. Maar er is er maar één die ook weet hoe ik hunker naar hem. God des levens, wanneer kan ik bij u drinken en eten? Mag ik bij u zijn? Want alleen uw aanwezigheid die redt. Steun ervoor, jongens en meiden, dat je onderweg honger hebt. Weet ik veel, je loopt in de bergen of zo, je hebt honger. Helpt het dan om te gaan praten over hoe hongerig je bent? Helpt het dan als iemand begint over eten? Dat is lekker en dat ook. Nee, hè? Gemeente, als je honger hebt naar leven, levenshonger, ga er dan niet over blijven praten, want dat helpt je niet. Ga dan naar de bron van leven toe die de tafel voor ons gedekt heeft. En laat je voeden in je honger en dorst naar God. Laat je voeden door brood des levens, door water, door wijn des levens. Want hij stilt je levenshonger. Hij alleen. En ja, zo is het ook wel weer, zodra je er gestild door bent, dan wakkert hij je honger naar leven, naar meer van hem ook weer aan. Gelukkig wel zeg. Maar alleen zijn aanwezigheid, dat stilt. Dat is genoeg. En ja, soms is dat heel intens. Misschien zoals dat babytje. Driftig, intens. En soms dat kalme van die peuter die heeft geleerd vader zorgt. Dat kan verschillen. Maar het is niet minder echt. Want de tekenen onderstrepen, brood en beker. Hij is er echt. En hij is erbij. Aan jullie wordt het misschien wel eens gevraagd, hè? Wil je graag groot worden? Nou, misschien zeg je ja. Anderen zeggen, nou, ik weet het niet hoor, want ik vind het ook wel een beetje spannend groot worden. Moet je meer verantwoordelijkheid nemen en zo, meer keuzes maken. Maar de Heere vraagt ons telkens opnieuw, wie wilde graag klein blijven? Dat is zijn vraag aan ons. Zoals zo'n mannetje of zo'n meisje in die karavaan op weg naar Jeruzalem. Het waren de pelgrimsliederen, hè? En dat kleine mannetje, dat kleine meisje, dat is moe.
die heeft honger. En zijn of haar voeten die doen zeer. Maar hij weet, Vader loopt erbij. En hij zorgt ervoor dat ik in Jeruzalem kom. Ik kan wachten, want ik heb het gemerkt. Zo is hij. Hij laat mij niet omkomen onderweg. Maar hij zal het zien. Mijn honger, mijn dorst. Hij zal het zien dat ik ben gaan sloffen omdat ik moe ben. Omdat mijn voeten zeer doen. En hij zal mij optillen. Zoals bij een peutertje. Opgetild. Op de arm. Of op de nek. Bij vader. Dan staat die karavaan van onderweg zijn van het reizen gewoon even stil. Omdat vader het wil. Dat is het heerlijke van de zondag. En dat merk je en dat proef je juist aan het avondmaal. Rust. Je hoeft je niet te haasten. We hebben alle tijd vandaag. Als een voorsmaakje van de hemel. En zelfs al is het stil aan tafel. Dat is geen akelige, ongemakkelijke stilte. Maar het is juist de stilte waarin je de hartenklop van de Vader het beste hoort. Als je denkt aan zijn Zoon, aan Jezus Christus. Door de Vader in deze wereld gezonden, ver weg. En hij ging ten onder aan je leven. Om je levenshonger te stillen. Dan word je wel stil. Laten wij dan niet groot zijn. Zelf onze weg kiezen door het leven. Zelfredzaam noemen we dat. Geef dan niet toe aan de trucjes die je hebt om je honger naar leven te stillen. Van die snelle hap, van die snacks. Het vult je even, maar het voedt je niet echt op. Integendeel. Als ik groot wil zijn, dan zeg ik eigenlijk, laat mij de weg van Jezus maar gaan. De weg van Hem, kind aan huis. Maar kind aan huis werd kind aan het kruis. Eén en al liefde. Maar kind aan het kruis kreeg geen antwoord op zijn roep. Op zijn honger naar leven bleef het stil. Was er geen gevulde stilte zoals aan tafel, maar een kille, een koude stilte, omdat de hemel voor hem toegesloten bleef. Was hij, dat kan ik niet zo maken om dat zo te zeggen hoor, maar toch maar eventjes, was hij vaderloos, alleen, verstoten, uit huis gezet. En daar zie je het aan het kruis. Zonder God, dat is geen leven. Vraag het maar aan Jezus. Zonder God is echt geen leven. Wou je de weg van Jezus gaan? Zonder God? Maar omdat hij daar hing, kind aan huis, kind aan het kruis, heeft hij plaats gemaakt aan tafel. Die plek die voor hem alleen was, die gunt hij ook aan broeders en zusters, verloren en wel. Die komen, omdat ze het niet kunnen hebben. Zonder God. Gemeente, we belijden ze toch wel wat als we aan tafel gaan. Dat het formulier zegt, dat ik mijn leven buiten mijzelf zoek, omdat ik midden in de dood lig. Maar ik sta op, ik belijd het, ik heb het leven niet. Maar ik zoek het leven, want mijn levenshonger wordt alleen hier, in zijn aanwezigheid gestild, tot bedaren gebracht. Zo belijd ik nog wel wat, gemeente, als ik niet aan tafel ga. Misschien is dat de heel eerlijke blijdenis van vanochtend. Dat je zegt, ja, het spijt me, maar dat hele verhaal van God en noem maar op, ik geloof het wel, laat maar zitten. Je weet dus wat je zegt. Laat mij de weg van Jezus gaan. Is dat wat je wil? Gemeente, weet u het zeker, als u niet aan tafel komt, dat u het wil belijden. Dat u zelf de weg wel gaat die Jezus ging. Is dat echt wat diep in uw hart leeft? Laat mij uw weg gaan. U, Heer Jezus, had het niet hoeven doen. Dank u wel, ik ga het zelf wel doen. Is dat wat u de Heere wil belijden? Of vloekt dat eigenlijk? Met wat je van hem hebt gehoord. Wat hij tegen je heeft beloofd. Gezegd. Bij herhaling. Laat dan die vader niet alleen vanochtend.
Waar je ook in die optocht loopt, in die stoet. Laat je meenemen door die sterke arm van de Heer die optilt en die je hebben kan. Want die armen hebben de draagkracht van Jezus. En dat is eeuwige draagkracht. Omdat hij zich met zijn armen niet losmaakte van het kruis, maar er bleef. Omdat hij lief had tot het einde. Of moet ik het anders zeggen? Was ik maar, zeg je, in die sterke armen. Maar ik sta voor mijn gevoel op de grond en ik kijk omhoog. Hoe kom ik ooit op die armen van vader terecht? Ik wou dat ik vliegen kon, dat ik vleugels had. Dat ik zo bij hem in de armen zat. Dat ik zo op zijn nek zat, geborgen, opgetild door God. Maar ik kan niet vliegen. Een beetje wat die psalm zingt. Hart vol zorgen en een vleugellam geslagen ziel. Het vliegen, het lukt me niet. Al had ik het zo graag gewild. Ik heb geen idee hoe ik bij hem kom. Maar begin je dan wel aan de goede kant? Begin je dan wel aan de goede kant? Want hoe komt dat peutertje, dat gespeende kind, hoe komt hij ooit op de nek van vader? Omdat dat peutertje zo goed klimmen kan, laat staan vliegen? Dat is toch dwaas? Het is de andere kant. Hij begint. Hij bukt zich. Hij door de knieën. Hij strekt zijn armen uit. En hij tilt je op. En als je nog even naar de handen kijkt, dan zie je dat hij je optilt met doorboorde handen. Er is genoeg. Er is overvloed aan genade. Dan zit je zomaar bij hem op de heup. Om cadeaus te ontvangen? Nee, dat niet. Maar je bent de koning te rijk, het kind te rijk, want je wordt gedragen, je wordt getild. En je hoort genoeg. Want als hij je hier op de heup draagt, zoals je een peutertje kunt dragen, dan rust je oren en zijn hart. En dan hoor je zoveel. Dan hoor je vaderliefde. Ongekende vaderliefde. Omwille van Jezus, zijn enige geboren zoon, die hij gaf in deze wereld. Dan hoor je niet zomaar liefde van eventjes en even een momentje. Maar als je de hartenklop van hem hoort, hoor je eeuwige liefde. En dan duizelt het je. Dan hoor je eeuwige liefde voor gevallen en vallende mensen. Die al struikelend een week van voorbereiding doorkwamen. En dan toch om Jezus wil opgeraapt, op de armen gezet, aan het hart gedrukt. Gemeente, waar vind je levenshonger, rust? Waar vind je ziel, rust? Waar word je tot bedaren gebracht, tot stilte? Waar, behalve dan aan het vaderhart gedrukt? Gemeente, eigenlijk mag je vanochtend zelf antwoord geven of belijdenis doen. Als u meekijkt naar vers 2... Ik zeg het niet goed hoor, maar de tekst lijkt wel bijna incompleet. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder, mijn ziel is in mij. Als een kind dat de borst ontwend is. Eigenlijk kun je daar geen punt zetten, toch? Eigenlijk hoort daar een komma te staan. En dat je het dan zelf aanvult vanochtend. Zo is mijn ziel bij de Heere. Dat is niet minder dan belijdenis doen. Dat is het amen van de preek, of niet? Hoe mooi is dat? Het is avondmaal en je mag opnieuw belijdenis doen. Heren, ik kan het niet hebben als daar een punt staat. Mag ik het zinnetje aanvullen, alstublieft? Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Zo is mijn ziel bij u, heren. En wie niet kan stilhouden bij die punt in de tekst. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed. De meester is hij. En hij roept u. Kom dan aan zijn tafel. Amen. Lees met u nog enkele woorden uit Romeinen 8. Vers 14 en 15. Immers, zoveel als we door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Dat zinnetje. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Je hebt ontvangen. Aan tafel kom je met lege handen, een lege maag. Aan tafel kom je met geopende handen, verlegen om Gods gave. En alleen al in dat gebaar van het aannemen van een beker, in het aannemen van een stukje brood, gaan je knuisjes, je handen open. En weet je het weer, ik leef van genade. Elke keer als ik weer bezig was met dingen beter pakken, ik ga dat doen voor God en ik ga dat doen in zijn koninkrijk en ik ga dit doen en dat doen. En nu zal ik zus en zo. De geest, hij opent mijn hand weer. Je ontvangt. Dat is dan ook het geheim. Er is een andere aanvoerder in je leven gekomen. Je wordt geleid door iemand. En die aanvoerder, die komt bij God vandaan. Die is God zelf, de Heilige Geest. Hij nam zogezegd de regie over. Hij boorde levenshonger aan. Verlangen naar God en zijn aanwezigheid. Verlangens die je eerst helemaal niet had. Zo kun je zeggen, is de geest de grote verbinder. Dat je als dat peutertje, als vanzelf, zonder na te denken, je handen uitstrekt. Als die vaderarmen op je afkomen om je op te tillen. Dat je je laat dragen. Nou, wat ontvang je dan in die kinderhand? Het klinkt bijna een beetje negatief. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Je hebt niet ontvangen. En dat is in dit geval, nou, positief is nog een heel zwak woord. Dat is zo heerlijk. Je hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Niet de angst, de vrees. Maar in het woordje niet, daar hoor je eigenlijk al de bevrijdingsmuziek. Geen slavernij meer. Geen vrees, geen angst. Is dat niet heerlijk? Ik bedoel, hoeveel vrezen wij niet? Hoe vaak zijn we niet angstig en bang? En nu word ik ervan bevrijd. Ik heb zo vaak mijn best gedaan om mijn eigen prestatietjes bij de Heere neer te leggen. Kijk eens, dit breng ik voor u mee. En nu heeft hij mijn volle handen leeg gemaakt. En daarmee juist bevrijd van de angst, want nu hoef ik het niet meer zelf te bewijzen. Alsof een kind zijn moet bewijzen. Als een kind hard moet werken, dat gaat niet goed. Maar een kind is kind omdat hij nu eenmaal geliefd is door de Vader. Meer niet. En dat is alles. En zo in lege handen, in een dorstige mond, laat hij ons bevrijding proeven. Bevrijding van wat? Angst staat hier, vrees zou je kunnen zeggen. Maar een paar dingen hoor, er valt veel meer op te zeggen. Maar angst van niet genoeg. Want je hebt aan tafel gezeten, waarin het een en al zichtbaar werd. Het is volbracht. Volkomen offer. Het is wel genoeg. Om Jezus wil. De angst van sterven misschien. Want als ik sterf, ontmoet ik God. En je hoort het en je ziet het en je proeft het aan tafel. Dat je bent vrijgesproken. Geen angst. Misschien de angst. Omdat je zomaar denkt, ja, maar iedereen krijgt te maken met lijden in navolging van Christus. Ik ook en ik zie er tegenop. Maar dat het avondmaal je eraan herinnert. Het is een maaltijd onderweg. Hij komt eraan hoor. Je mag je hoofd omhoog doen. Je mag hem verwachten. En dan komt die heerlijkheid er ook aan. Te midden van ziekte, lijden. De angst dat je zonde niet onder de duim krijgt. Dat je denkt, kon ik het maar onder de duim krijgen. Maar je hebt het geproefd. Liefde voor zondaren. Volkomen liefde. Die hij staande houdt tot in eeuwigheid. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die het opnieuw tot vrees leidt. Zo aan tafel zit als een kind. Ja, dat is rustig. Dat is gestild. En zo alleen bij hem en door hem gestild aan tafel. Tot bedaren gebracht. Dan ontvang je zomaar
in je kinderhand. In wat de psalm zegt, een heilrijk lot. En we beseffen nog niet half hoe rijk. Lees je voor uit Romeinen 8, vers 15 en 16. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Heb je wel eens verbaasd aan een tafel gezeten? Kom je in een 5-sterrenrestaurant en dan denk je, maar hier pas ik helemaal niet, geloof ik. Als we erover nadenken, iets meer dan 5 sterren alleen. Aan tafel zitten, bij de Allerhoogste. Hij door zijn knieën gegaan, om je te brengen, te tillen, te dragen. Je een plek te geven, bij hem. Alsof je altijd al bij hem hoorde. En inmiddels weet je, het is geen vergissing. Zo hoorden we het. De geest verzekert het. De geest getuigt, misschien is het best om te zeggen, aan onze geest. Hij spreekt zo dat op de een of andere manier je niet meer stil kunt blijven zitten. Maar je wel moet. Een moeten van de liefde aan tafel. Maar omdat je niet vergeet waar je vandaan bent gekomen, vervult verbazing je keer op keer. Zo hoorden we dat zinnetje. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Aangenomen. Wij zouden misschien zeggen adoptie. Maar dan in dit geval zonder enige bijsmaak. Het was heel gebruikelijk in die tijd dat kinderen werden geadopteerd. Dat was een min of meer alledaags gebeuren in het Romeinse Rijk. En bij geadopteerd worden in die tijd hoorden 4 dingen. Ik noem ze maar heel even en dan denk ik dat we genoeg hebben om op te kauwen voor de rest van deze dag. Wat betekent adoptie? Nou, in de eerste plaats, je werd uit je voorgaande leventje gewoon geplukt. In 1 keer overgezet in een nieuw gezin. Een heel nieuw leven. En de vader des huizes, die je echt niet kende, je was op straat voorbij gelopen. Dat opeens jouw God en vader. In de tweede plaats, alle schulden die je had opgelopen gedurende je leven, die werden bij adoptie in 1 keer aan de kant geveegd. Alle schulden kwijtgescholden. Alle. Geloof je dat? Je mag opnieuw beginnen. Aanneming tot kinderen. Het derde wat gebeurde als je werd geadopteerd, is dat je dan werd opgenomen in de kring van het gezin en je werd gewoon beschouwd als was je daar in dat gezin geboren. Je had dezelfde rechten en plichten. Geen verschil tussen een geadopteerd kind en een biologische zoon of dochter. Geen voorkeursbehandelingen. Kun je dat geloven? Hier aan tafel geen voorkeursbehandelingen als was je in het gezin van God geboren, altijd bij hem in huis geweest. En dat je een oudste broeder hebt, die zich er niet voor schaamt je broeder, je zuster te noemen. En dat je dezelfde kleren omgangen krijgt aan tafel als die hij, Heer Jezus, verdiende. Smetteloos wit. Geen vlek, geen rimpel, geen kreukje. Volledig gaaf en goed. Zuiver en rein. Je deelt in dezelfde rechten en plichten. En het vierde wat gebeurde bij adoptie was ook een statusverandering. De naam die je tot nu toe had gedragen, die werd vervangen en je kreeg een nieuwe naam. Wat we hoorden uit Romeinen 8. Je naam is voortaan kind van God. Die eretitel krijg je zomaar. In de schoot geworpen uit genade. Je bent genoemd naar Christus. Omdat je bent aangenomen door het werk van de geest. En die naam, die wijst vooruit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar het als het ware van je voorhoofd te lezen is. Zo staat er een openbaring. Genoemd naar Christus die je kocht. Die zijn ouderlijk huis verliet, zogezegd. En zich gaf helemaal
om je erbij te halen, aan tafel, zijn aanwezigheid. Eten in een vijfsterrenrestaurant, nog niets vergeleken bij aan tafel bij de Allerhoogste. En waarom is er plek? Nou, dat hoorden we uit de schriftlezing. Het is de liefde van de Geest. De liefde van de Geest tot zijn Vader. De liefde van de Geest tot de Zoon. De liefde van de Geest tot onrustige gelovigen. Wat houdt Hij het vol? Wat heeft Hij een geduld om in mensenharten te blijven? Waarom plek? De liefde van de Geest en de liefde van de Vader, net zo goed. Die zijn Zoon heeft gezonden. Die zijn Geest erop uitstuurt. Om je verlangens weer aan te wakkeren. Om je weer dichter naar Hem toe te halen. De liefde van de Vader, die zo'n ruim vaderhart heeft, dat Hij ook vandaag geen adoptiestop kent. En tot de jongste dag niet. En het is de liefde van de Zoon. Hij, zo vertrouwelijk, in de liefde, levend met zijn Vader. Kind aan huis, hij werd een vreemde. Om zo genadig een gezin te stichten. Ja, dan kunnen we misschien maar het beste weer eventjes stil zijn. Lees met u nog een keertje Romeinen 8 en dan vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, Vader. Dat zinnetje, door wie wij roepen, Abba, Vader. Waarom zegt zo'n kind op de arm, zo'n kleintje dat wordt gedragen, waarom zegt dat Abba, Vader? Omdat hij iets van zijn vader gedaan wil krijgen, iets wil hebben? Ik denk het niet. Hij zegt dat omdat vader er dan is, gedragen, getild, door de Heer in eigen persoon op de arm gezet. Ik zeg alleen maar Abba Vader, juist omdat u er bent, omdat u mijn vader bent, zeg ik uw vadernaam nog een keertje. Lieve Vader. En waarom leert de Geest je lieve Vader zeggen? Omdat het de Geest is van de Zoon, van Christus. De enige geboren Zoon. Hij nam dat voor het eerst op zijn lippen. Lieve Vader. En waar nam Hij het voor het eerst op zijn lippen? Toen Hij aan het bidden was. In de hof. Toen Hij vroeg of die bittere beker, die beker gevuld met Gods toorn, of die niet aan Hem voorbij kon gaan. Maar Hij zeide wel bij Vader, lieve Vader, uw wil, die geschiedde. En zo dronk Hij de bittere beker, zo zette Hij de beker van Gods toorn aan zijn lippen. Alzeggend, lieve Vader, zeg zelf, dan is die liefde wel heel diep. Als Hij die beker wilde drinken, onder die woorden, lieve Vader, dat Hij zo je blijkbaar zo graag je als kind aan huis wil hebben, dat Hij je dat voor over had, al worstelend in de hof, zoekend naar het gezicht van zijn Vader. Als Hij zich zo heeft getoond, dan zou het wel heel weinig respectvol zijn als wij Hem zouden aanspreken als meneer. Of verzin maar wat, iets op grote afstand, alsof je Hem nooit had gekend, of alsof Hij nooit zijn Vader had getoond, terwijl je het hebt geproefd in brood, in beker. Dit is zijn vaderliefde, dat Hij zijn Zoon gaf, die worstelend eruit riep, lieve Vader, zodat je door de Geest het mag nazeggen. Niet omdat je iets van Hem moet, maar om wie Hij is, lieve Vader. Er staat zelfs bij door wie wij roepen. Je kunt zelfs vertalen door wie wij schreeuwen. Dat heeft niet met volume te maken in dit geval. Je mag het roepen. Maar je mag het ook fluisteren. Met dezelfde hartstocht, met de verlegenheid, met de hunkering. Of met de vrolijkheid, de blijdschap. Ik heb een vader. Dan kun je ook geen kwaad woord meer horen over deze vader. Als dit je vader is. De beste vader. Welke goede vaders er op Vaderdag ook mogen zijn. Dit is de beste vader. Dan geen kwaad woord meer over hem. Sterker nog, dan hernieuw de toewijding aan hem. Als we geproefd hebben van zijn vaderliefde.
als we ervan gedronken hebben. Dat in heel mijn leven die vadernaam gestalte mag krijgen. Ook heel dat leven van mij door. Dat hij zo mij tot zijn lof en dienst bereid maakt. En dat hij mij door de geest zo leidt dat het iedere dag Vaderdag is.